Alan Barber. Oh shit. Check the Match weer stoppen. Je mag stoppen met zingen. Dank u. Heb jij toevallig de IMF? Nee. Die is belangrijk op deze difficulty. Nee, oké, dat klopt ook niet. We hebben IMF bij. Ik ben nog niet in het huis, maar ik kan je vast zeggen, we hebben al IMF bij. Dat kun je met een trucje in de bus zien. Oké, dus als er ghost orbs zijn, dan is het sowieso een mimic. Maar geen mimic. Event of hunt. Event, event. Goed. Het is de keuken. Je hoeft de camera niet daar neer te zetten. Het is de keuken. Wait for me. Geen ghost orbs. Hallo? Dan zeg ik altijd hallo. Je loert even, dat werkt niet eens. Dat is niks. Are you here? Hallo? Are you here? Room switch is aan de keuken. Are you here? You here? Keuken, keuken. Denk ik. Keuken. Nou, maar raad wel hier. Nee, ze is nu in de keuken. Are you here?
Hey, talk to us. Talk to me. Are you here? Oké, ghostwriting kunnen we wegstrepen. Ze gooit het boek, dat betekent dat het intrekte maar niet schreef. Dus ghostwriting kunnen we wegstrepen. Are you here? Mitch, you alive? No. Ghostwriters kunnen we dan ook wel wegstrepen. UV, nee, Freezing Temps ook wel. Corio. Wraith. IMF5, hadden we UV, Dots. En Wraith. Zout. Mitch, waar vond je die botten? Zullen we eens kijken, UV of Spirit Box? Hey, ik kom over een minuutje terug. Als er voeten in het zout staan, is het een...
dinges. Zo niet is dan wave. Ik had die camera beter moeten plaatsen. Mitch, kan ik jou vragen om te kijken of mijn voetstap in het zout staat? Je hoeft niet te praten, je bent dood. Je bent dood, je laat dit kopje hier. Als een voetstap in het zout zijn, gooi je deze straks. En pak je deze straks op, zo niet, dan laat je hem liggen. Go. Voetstappen was zout. Geen voetstappen was geen zout. Nee. Huh? Zout was kopje. Geen zout was geen kopje. Oké, zout. Zouten voetstappen. Dat betekent dat het een Gorio is. Als je ook even Gorio aanklikt, krijg je 5 seconden. Oh, dat zout. Godverdomme. Dat is jammer. Ik zat je echt 20 keer te spammen van geen zout. Oh, in Discord. Ja. Ja, ik. Het was anders alsnog de twins, dus ik heb iets. Oké, maar Mitch, zal ik je een trucje leren? Dat zei hij al weet. Als je op de activity meter een sprong van 5 ziet, dus van 0 naar 5, 1 naar 6, 2 naar 7 enzovoort, dat betekent IMF 5. Coming. Hij zet iets aan in de badkamer. De temperatuur gaat hier weer naar beneden, dus badkamer. Spook kan nu ook niet van kamer switchen, dus.
Tot morgen. Kun je de camera in de badkamer zetten? Dank je. Ik kan niet echt zien of het doodschorps zijn. Ook wel later. Iets in de badkamer? Ja, dat kan soms. First objects zijn random nu volgens mij. Of uit, omdat dat meer geld oplevert. Are you here? How ik old are you? De deur overwarmen. Can you give me a sign? Can you talk to me? Are you here? How old are you? Are you friendly? Oh my god. Er wordt geklept. Nee, ik ren naar buiten. Ik dacht, die staat in de badkamer. Staat die hier voor de deur? Denk dat dat de gang is? Dat kan. Nope, de temperatuur gaat hier weer omhoog. Het is wel gewoon de badkamer. Laat als ik deze eens proberen. Nee, het is wel de badkamer. Can you give me a sign? Spirit box. Wat heb je nou niet in voor de hunt? Want we hebben spiritbox nu en... Helemaal niks verder, alleen spiritbox. Hi. Ja, ja, maar van woorden, je hebt nu een middel op een ding. Het schok. Ja, maar dat maakt niet uit. Even. Nee. De camera iets beter positioneren, zeg maar van de tripod afhalen. Ik weet niet of dat kan, maar go sword. Dat kan nog een mimic zijn, dus. Ik kan wel zeggen dat er geen fingerprint zijn. Yo. Ik kan er anders wel even aan met de sound. En een kaars. Breng even een kaarsje. Ja.
Hij doet de deur. Kom met de deur te boten. Ik zie. Ja. Het is misschien slim als je je zaklamp uitzet. Dat heeft geen verschil, want je ziet ze dan nog steeds op. Kijk. Dots. Dan is het een yokai. Weet je dat yokai is? Je zegt net dat je dots hebt. Ja. Ja. We hebben dots, spirit box. En dan kan het al geen mimic meer zijn, dus stel ik de ghost orbs mee. Yokai. Ik ga even snel op kaas aansteken en kijken of het spook die uitblaast. Ja, dat lijkt me weer een foto te Ik leef. Run dan. Ja. En oh. Hij had me in de kast gevonden, dus ik sprint er snel de kast uit. Oké. Okay. I'm alive. Nu heb ik alsnog die... Nice. Ik heb de camera weer meegenomen. Dan moet ik de kaas weer opnieuw aansteken. Kun je even meegaan? Dat voorkomt misschien een hond. Het is een yokai, hè? Dus... Heb je nog meer van die aanstekers? Nou, die ligt binnen. Gewoon je mic uitzetten binnen, want een yokai wordt boos vanwege een microfoon. Dus... Kan ook, maar dan pak je alsnog kleine geluiden van je microfoon op. En nu wachten totdat hij hem uitblaast. Hopen dat hij hem uitblaast, anders hebben we nog wel een tweede kaars, maar... En ik schrok me wat, ik loop die kamer binnen om die kaars aan te zetten, dus... Gaat hij hunten, ik in de kast, doet de kast weer open, ik ben fucked. Wat is er? I ran. Te veel. And he ain't got up no more. Oh. No. And he ain't got up no more. Yo, hij heeft de kaars uitgeblazen. Top. Willen we gaan boeken of wil jij nog proberen een foto te capturen? Wat mijn antwoord op. Wat? Ik denk wel mijn antwoord op. Ga maar naar binnen en maak een foto. Nee, dat niet.
Je wil boeken, oké. Okay. Heb je de yokai al aangeklikt? Wacht even. Ja. Ik ben even bezig met de... Welcome back. I've got some jobs ready for you. Huh? Ik heb de yokai aangeklikt, maar ik krijg 0 dollar. Waar? What the fuck?